We hebben ja, een aantal klassiekers op de kaart staan. Het is eigenlijk vooral Belgisch-Frans dat we de kaart hebben opgesteld. We hebben ook een fondue chinois. Dat is eigenlijk een fondue. Dat slaagt heel hard aan. In Antwerpen nee, dat nog niet. Dat is eigenlijk op basis van een bouillon. Dus dat is eigenlijk heel gezond, geurloos. Dat is ook à volonté. De mensen kunnen daar gewoon van nemen zoveel als dat ze willen. En wat is dat dan, een fondue chinois? Dat is eigenlijk een carpaccio. Je kunt dat nemen ofwel van vlees ofwel van vis. Uh-huh. En een carpaccio gesneden ja, en dan een bouillon. Die een, waar je je vlees of je vis in kunt laten garen. Mm. Heel lekker, met verschillende sausjes erbij, met verse frietjes erbij, groentjes. Dus een aanrader. Ja. Ja.